start. Goedemorgen, Marilotte, deskundige infectiepreventie. Ja, dat kan zeker. Heb je een patiëntennummer? Zie je, dat is die rode stippenlijn. Dat is de norm. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom even op. Ik zet je afgeven. Nou ja, infectiepreventie op zich is natuurlijk infectiepreventie. Dat weten de mensen die daarin werken ook. Maar het gaat met name om de dynamiek die wij hebben met de verschillende specialismen. Niet iedere dag is hetzelfde. En je begint met je agenda en daarna eindig je gewoon in compleet iets heel anders, lijkt zo uitdrukken. We hebben heel veel externe partners. We hebben ook een militaire ziekenhuis, een kinderziekenhuis, een calamiteitenziekenhuis. Het calamiteitenhospitaal is een voorziening die separaat van de rest van het ziekenhuis in een korte tijd 100 tot 300 patiënten kan opvangen. Dus het is echt een traumaopvang, maar tevens ook voor infectiepreventie, infectieziekten. Voor de infectiepreventie alle resultaten worden gegenereerd in het lab. Aan de hand van de kweken kijken wij of iemand een BRMO, bijzonder resistent micro-organisme, bij zich heeft. En als dat zo is, dan moeten we kijken of dat klopt, de resultaten die op het lab gegenereerd worden. En dat rapporteren naar de kliniek en daar wat mee doen. De werkzaamheden zijn ongelooflijk divers. Want het gaat van Prinses Maxima Centrum, waar heel ernstig zieke kinderen zijn opgenomen, naar afdelingen geriatrie, de chirurgie. Allerlei verschillende soorten patiënten waar je eigenlijk de infectiepreventie voor verzorgt. En ook de medewerkers die hier werkzaam zijn, proberen we de infectiepreventie goed voor te organiseren. Daar ben je ook bij betrokken. Nou, sowieso biedt het UMC zelf veel voor kansen. We hebben een heel uitgebreid bestand qua verpleegkundige huizen. We hebben het Prinses Maxima Centrum. Nou, het WKZ heeft ook een rol hierbij. Maar wat ook heel belangrijk is, dat wij een heel dynamisch team zijn. Met leuke, gezellige collega's. Je hebt een aantal collega's die al gediplomeerd zijn met heel veel ervaring. Je hebt collega's net zoals ik die net een opleiding gaan starten. Dus ik denk wel dat dat heel leuk is om voor een student in zo'n divers en dynamisch team terecht te komen. Het werk voor de afdeling infectiepreventie in het UMCU is een uitdagende baan. Dus zoek je een leuke functie in een dynamisch team, dan heet ik je als teamleider van harte welkom.